Omdat de zeebodem voor onze kust zeer dynamisch is, zijn up-to-date zeekaarten van levensbelang. Vandaag wordt met sonars de diepte opgemeten om betrouwbare kaarten te produceren. De zeekaart is altijd één van de belangrijkste en tevens meest integrerende navigatiemiddelen geweest. Doorheen de geschiedenis heeft men geworsteld met het probleem om op zee de zo kortst mogelijke vaarroute tussen twee punten te vinden. Er was een bijzondere wiskundige constructie nodig om de wereld op een andere manier op een plat vlak te projecteren en zo een rechte koers op een kaart te kunnen uitzetten. De man die de eerste zeekaart met deze rechte lijnen, of ook loxodromen genoemd, heeft gemaakt, was onze landgenoot Gerardus Mercator. Naast het ontwerpen van globes, wetenschappelijke instrumenten en atlassen, was de grootste verdienste van deze Vlaamse cartograaf het ontwerp van het prototype van de moderne zeekaart. Deze is nog steeds in het Mercator Museum te Sint-Niklaas te bewonderen. Vandaag steunt het coördinatensysteem, gebruikt in GPS en zeekaarten, nog steeds op dezelfde bevindingen van Mercator. De Belgische zeekaarten worden nu op de Hydrografische Dienst van de Vlaamse Gemeenschap in Oostende vervaardigd. Met behulp van hoogtechnologische apparatuur brengen zij de zee voor alle zeevarenden in kaart. Ik ben Johan Verstraeten. We zitten aan boord van Verstreep, een schip van DAB Vloot, dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het uitvoeren van metingen op zee, ten kaart brengen van de zeebodem. De voornaamste middelen die we ter beschikking hebben om de dieptes van het water te meten, zijn de single beam en de multibeam. Met single beam kun je van grotere oppervlaktes een algemeen beeld krijgen. Met multibeam krijg je een veel vollediger beeld van je bodem. Het zijn twee technieken die elkaar aanvullen. Dus bij de single beam gaan we één enkel geluidssignaal uitsturen naar de zeebodem en daaruit gaan we de waterdiepte gaan bepalen. We kennen dus het spoor dat het schip gevaren heeft heel exact en wat ertussen is interpolatie of niet gekend. Dat is heel bruikbaar in een zandige bodem zoals wij die hier hebben, omdat er geen grote bruske sprongen in zitten, behalve als er wrakken liggen. Het is een opname over een wrak. We meten op een lage frequentie die in principe als er slip aanwezig is ook door het slip gaat gaan en die de harde bodem gaat weergeven. En we meten op een hoge frequentie die de top van de sliplaag gaat weergeven. Daarnaast hebben we de multibeam, die dus eigenlijk een hele bundel van geluidssignalen gaat uitsturen en een hele bundel aan reflecties weer gaat opvangen. Daarvan krijgen we dus een heel pad over de bodem. En door een goede keuze van afstand tussen de verschillende gevaren raais kun je een volledige dekking en een volledig beeld van de zeebodem krijgen. Dat is heel interessant voor opvolgen van baggerwerken, voor onderzoek naar zandbanken, stabiliteit van zandbanken, zandgolven die op zandbanken zitten, dat die evolueert. En ook en vooral voor wrakkenonderzoek. Dus hier zien we dan hoe dat de bodem van de Schelde eruit ziet, ook met zandgolven erop. Dat is een multi-opname van op zee. Een vaargeul die gebaggerd geweest is, waar je ook de baggersporen er nog kunt inzien. Het principe van de sonar is eigenlijk het meten van een tijd tussen het uitsturen van een signaal, in ons geval een akoestisch signaal, en het weer ontvangen van de weerkaatsing van dat signaal. Een beetje een systeem van de vleermuizen. Er worden dus akoestische signalen uitgestuurd op ultrasone frequenties. We gebruiken 30 en 210 voor single beam metingen. 100 en 500 voor sidescan sonarmetingen en 300 voor multibeammetingen. Transducer is het akoestisch element dat het geluidssignaal uitstuurt en ontvangt. Dus het is like een box en een microfoon tegelijk. Alle metingen die we doen om de bodem in kaart te brengen zijn akoestische metingen. Dus de snelheid van het geluid is een heel belangrijke factor. En in lucht heb je een geluidssnelheid van ongeveer 300 meter per seconde. In water zit dat in de buurt van de 1500 meter per seconde. Dus dat gaat 5 keer sneller. En die snelheid van het geluid in water is sterk afhankelijk van een aantal factoren. Dus van uw temperatuur, van het zoutgehalte, van de diepte ook van de druk. Densiteit is ook een belangrijke factor. Al die elementen worden gemeten met een sound velocity probe. Dus een toestel dat geluidssnelheden gaat meten. Hier 18,5 ongeveer en de geluidssnelheid 516 knot.
Al wat we nu zien zijn akoestische metingen waar dat we rechtstreeks dieptecijfers uithalen. Dus de single beam en multibeam. Hetgeen dat we hier zien is de vis van de sidescan sonar. Het is een vis die gesleept wordt, dus die een stuk dichter bij de bodem hangt dan de apparatuur van single beam of multibeam die op het schip zelf gemonteerd is. Het stuurt eigenlijk onder het schip twee akoestische bundels uit, naar links en naar rechts. De intensiteit van de reflecties wordt geregistreerd. En dan zie je hier dat je begint met een witte zone, dat daar een akoestische bundel de bodem nog niet geraakt heeft. Dan krijg je echo's op je bodem. Hier een beeld van een wrak, een plots obstakel. Daar krijg je heel sterke reflecties op. De intensiteit van je reflectie bepaalt eigenlijk hoe donker dat je weergave is. Aan boord van de streep maken we gebruik van twee verschillende toestellen om in feite wrakken op te sporen en te onderzoeken. Een eerste systeem is een sidescan sonar toestel. Maakt gebruik van geluidsgolven. Die geluidsgolven worden uitgezonden en een deel daarvan wordt teruggekaatst. Er bestaat een verschil tussen enerzijds de zanderige bodem en daar rond de obstructie of het wrak zelf. Door verschil in materiaal zal er ook een verschil in absorptie-reflectie zijn. Dat resulteert in grijswaarden. Het resulteert dus enkel in beeld en niet in hydrografische dieptes. Voor de dieptes zelf hebben we het andere systeem, het multibeam systeem. Dat toestel zendt eveneens geluidsgolven uit. Wat we hier zien is een stuk van een zandduin en schipswrak daartussenin. Hier zien we wel van ieder puntje de diepte. Sidescan krijgen we beelden. Met multibeam krijgen we dieptes. Het beeld van de multibeam wordt voornamelijk gevormd doordat het geluidssignaal met een gekende snelheid onderweg is, teruggekaatst wordt. En de tijd die het systeem daarvoor nodig heeft, resulteert in een diepte. Sidescan maakt eveneens gebruik met geluidsgolven. Het aantal dB dat er terugkeert. Ik ben Mark Roesbeke en ik werk bij de Vlaams Hydrografie. Mijn taak is hier het beheer van alle kaartapplicaties. En ik sta voornamelijk in voor het produceren van de papieren en elektronische kaarten, bijgestaan door een heel team. Hetgeen dat van voorkomt als meetschip de streep, dat zijn metingen geplaatst op een geheugenkaart. En die geheugenkaart wordt hier ingelezen. Er is specifieke software nodig om onze meetgegevens te visualiseren. Spikes worden verwijderd, tij wordt in rekening gebracht. Er wordt ook rekening gehouden met de beweging van het schip. Alles wordt samengebracht tot een effectief eindresultaat van de zeebodem. Deze gegevens worden dan verwerkt tot een pijplan. Hier heb je dus een paar voorbeelden van een multibeam-meting met dieptelijnen en dieptecijfers. Deze gegevens worden dan verder verwerkt tot een zeekaart. Hetgeen u hier ziet is dus ook software, maar wel specifiek gemaakt voor het produceren van de papieren zeekaarten. Dit is een GIS-systeem, geografisch informatiesysteem. Deze gegevens, afkomstig van het pijlplan, worden geïntegreerd in de zeekaart. Het eindresultaat is drie kaarten. Dus je hebt dus de Vlaamse banken, de middenste kaart, en de twee internationale kaarten, de INT 1480 en de INT 1474, de westkust en de oostkust. Naast de papieren zeekaart hebben we onze elektronische zeekaarten. Elektronische kaarten die worden aan boord gebruikt op een ECDIS-systeem, een Electronic Chart Display Information System. Daar wordt meer data ingestopt. Is ook veel frequenter geüpdate en doorgestuurd naar de scheepvaart, terwijl een papieren zeekaart wordt om het jaar gedrukt. Het grote voordeel van elektronische kaarten is dat je aan boord informatie kan opvragen. Je ziet dus een stuk van de Schelde. Daar zie je de dieptecijfers, dieptelijnen, de boeien, het landgebied, allerlei belangrijke merkwaardige punten op het land voor de scheepvaart. Al die gegevens zijn dus in een databank gestopt en kunnen stelselmatig aangepast worden. Ze kunnen dus aan boord van een ECDIS-systeem weergegeven worden. In feite is dit het elektronisch product van onze officiële zeekaart Vlaamse banken. Kunnen we hier een boei gaan selecteren en kunnen we de eigenschappen gaan bekijken van die boei. Is de bedoeling dat we hier onze elektronische kaarten tot een eindproduct afwerken en doorsturen voor scheepvaart.